Hallootjes dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuw Super Mario Bros. Deel 6 alweer. En deel 6, ja, wat gaan we in deel 6 doen? In deel 6 gaan wij doen een heel moeilijk level. Dit is zo'n kut level, hè? Als ik me goed herinner, ik weet het niet zeker meer namelijk. Ik kan hem aan. Ik denk het niet. Wedden dat jij als eerste dood bent? Wedden van niet? Zullen we wedden? Oké, is goed. Oh nee! Nee. Oké, als ik die vlieger mag, dan ben je mijn beste vriend. Oh, weer als je mij gaat naaien, Ruud. Ruud, rot op. Ruud, hey, ik heb een munt gepakt. Waar? Waar zat hij dan? Het is niet daar, daarboven. Wist je die wel? Nee. Ja, waarschijnlijk als ik er goed over nadacht wel. Als ik hem had gezien. Let je wel op, vriend. Oh. Had ik je bijna doodgemaakt van ongeluk. Oh. Nou, hier laten we gaan. We zijn in een goede bui. Ik zal eens daarin gaan. Oh. Daar ging ik bijna ook. Ik wil daarop. Want volgens mij. Kijk wat ik vind. Als het goed is, kom je nu naar mij toe. Hoop ik voor jou. Anders ben ik dood. Oh, kijk. Mooi, dat is ook weer geregeld. Nee. Wat is dit dan? Daar kan je mee vliegen. Dan moet je je controller op en neer bewegen. Nee, eerst pakken. Ja, maar één. Ik spring toch. Moet je eerst... Oh, je hebt een... Kijk, maar aan de andere kant zit hij ook. Ja. Nou, ik gun je het plezier niet meer. Ja, hij doet het. En als je dan naar beneden drukt, dan... Kijk, we zijn weer terug. Oh. Bij af. Daar ging ik hem bijna. Nee, voor mij. Waarom voor jou? Jij bent... Oh, hier, pak erin. Ga weg. Ja, optieven dan. Ja, hoezo? Pak hem dan. Kijk uit wat dat ding. Die wil hem van jou hebben namelijk. En die eet hem op. Hé, een bouwblok. Hé, grappig. Ik zie jou zelfs met dat ding doodgaan, weet je dat? Ja, dat klopt. Hé, hey, de derde munt! Oh, kijk uit, die schiet vuur, hè? Oh nee, ik ga dood! Oh, wie heeft het gewonnen? Ruud, ja, nou ja. Moet jij hem halen, want nou hebben we alle drie de munten. Ik kom naar je toe, ik ben er alweer. Kut, we hebben er één gemist. Ik dacht dat jij die zou halen namelijk, te laat. Oh. Oké, dan moeten we proberen niet dood te gaan. Of in ieder geval zo min mogelijk. Of niet tegelijk. Volgens mij zijn we er bijna. Ja, rot op. Volgens mij hebben we het gehad om drie de punten. Echt, ik dacht dat we op het einde het eeuwig zou duren, zeg maar. Ah nee joh, dit kunnen wij. Oh, kut. Nee! Daar kwam ik er niet op. Ah. Ja, had je maar in één goed moeten springen, sorry. Nou, maar jij is kleiner dan ik. Ja, man. Zelfs met klein kan ik nog een level halen. Pro gamer, jongen. Pro gamer. Stefan! Niet zo schreeuwen, Ruud. Stefan Cornelius alias... Ik heet gewoon Stefan. Stefan. Oh, kut. Dit is kut. Ja, dan kunnen we daarheen. Oké. Okay. Wat gebeurt als je dat gebeurt? Dan moet je een soort van mini-boss doen. Is dat random? Ja. Of weet je een route? Nee, dat is random. Kijk, maar nou krijgen we... Oh, ja. Een sterretje. Yay. Heb je er eindelijk weer een? Oh mijn god, dat verlaat. Kijk! Oh, daar kon ik niks aan doen. Nee, weet ik, maar ik zeg gewoon kijk. En doe. Oké. Doe jij rechts, doe ik links. Daar ging ik al bijna. Oh, echt hè? Yay! Krijgen we drie groters. Gaan we gelijk een van gebruiken, want dan worden we groot als we naar het kasteel level gaan. We moeten dat level eronder nog doen. Nee, rot op. We gaan naar het kasteel level. Ja? Ja. In de special extra's. Doen we het kasteel level wel, oké? Dat andere level bedoel je? Ja, die bedoel ik. Die laten we over voor het einde. Oké, is goed. Ja. Dat we nu in tijdnood komen en ik wil deze wereld eigenlijk even halen. Hoeveel hebben we nog? Muntje! 10 minuten, maakt niet uit. Laat me zitten. Nee, ik ga hem halen, oké? Okay? Oh, nee. Ik kom er niet bij. Maakt niet uit, want dit level...
beweegt automatisch. En het is nu van belang dat we elkaar niet in de weg gaan hinderen met springen. Zo dus. Wat heb je verdiend? Klaar. Verdiend? Ja, want jij hebt steeds... Je duwde mij erin. Ik duwde jou niet erin. Jij zit mij te fokken, Ruud. Noem je je mond houden. Zit ik je te foppen? Oh, volgens mij zat in dit level een patroon. Pak de middelste, pak de middelste. Kan je er nog bij? Pak de middelste. Pak de middelste gang. Snel. Waarom? In dit level zat een of ander patroon, maar ja, nou staat het goed. Hoezo? Er gebeurt helemaal niet. Nee, er zat een patroon in dit level, maar ik weet niet meer wat het was. Dus... Oké, okay, snel. Geef even een wupje, dank je. Wauw, we werken samen, Ruud. Oh mijn god. Onze god, het is niet alleen voor jou. Dit is een unicum. Ik pak deze kant. Nee, kut, pak hem op dan. Oh, dat kan natuurlijk niet, kut. Nou heb ik het verneukt. Oké, okay, de middelste pak ik boven dan. Wat, moet je maar zo in je Wiimote horen. Kan je horen of je de goede hebt gepakt of niet? Ik hoor niks. Nee, de onderste hadden we moeten hebben. Waarom? Dat zag ik net, er zit een of ander patroon in deze wereld. Ja, wat gebeurt... Oh, nou komen we weer bij hetzelfde. Ja. Jij hebt een vuurbloem, pak even de onderste. Nee, ga even langzaam, maak die gast even dood. Ja, die. Dan knik mee, want bij mij een ijsbloem bevries ik ze. Gewoon doorlopen nu. Kijk. Hoor ik al wat? Oh, dikke piemel. Nee, maar ik weet trouwens niet zeker of het uit de Wiimote kwam. Volgens mij kwam het uit de Wiimote. Maar eentje moet door die gang gaan. Ja. Ja! Dat is niet zo schril. Ik hoorde hem. Ik ben echt zo blij als een kindje. Oh, dit was... Ik weet niet meer welke dit was. Maar ik heb de... munt. Nee! Snel! Nee! Kut, dat was dus die. Ik zie hem al. Oké, deze is de middelste. Maar dat is... Dit gaat echt op de seconde dat je de middelste pakt. Hoe kunnen we daar komen dan? Er zit een muur voor. Ja, die had ik dus net weg. Doe maar gewoon mij na. Oké, klaar? Oké, aan de kant. Ja, ga jij voor of ga ik voor? Jij voor. Ja, het loopt toch niet voor. Snel dan. Kijk, zo ga je er dus langs. Rot nou eens op, Ruud. Dat is heel irritant in dit level. Kan ik jou nu ook oppakken? Nee, kan wel, maar dat doe je niet, want ik ben toch beter dan jou. Hoor je het? Piebiel. Oké, nou komt het moeilijke deel, denk ik. Waar hadden onze Wiimote altijd uitstaan? Ja. Waarom? Omdat het vet voor... Ja, waar speelde met batterijen? Oh ja, ik heb een accu. Ik gooi zo op de accu en dan is die binnen een paar minuten weer vol. Een paar minuten? Hé, hoe heet hij? Oh, wacht. Ja, wacht, dat is mijn cue. Wacht, wacht. 10, 9, 8, 7, 3. Hé, hoe heet hij? Stefan. Ja, ja. Hoe heet hij? Dat weet ik niet. Ik ga het echt... Ik noem hem Bloempje. In de volgende... Dat is van Bambi. Oh ja, dat is dat konijn. Oh nee, wat is dat? Is dat een konijn? Of was dat vlindertje? Ja, dat is... Wacht, ik weet niet meer wat deze doet. Kijk uit. Ga nou niet in mijn weg staan, Ruud. Ik maak je echt... Oh, dat doet hij dus. En dat is dus jouw schuld. Ja, lekker ben jij. Kijk uit. Ruud, ga nou niet steeds bij mij staan, eikel. Serieus, wil je ophouden steeds bij mij te gaan staan? Ja, maar ik ben verliefd op jou. Ja, dat boeit me niet. Door jou ga ik steeds dood. Zie, spring op hem, snel. Mooi zo, heb ik eindelijk de ruimte. Hij is dood, Stefan. Hier, ik heb je nog even eruit gehaald. Wacht! Tik hem aan, vrouwen. Rot op, ik haat je. Je gaat steeds in mijn weg. Au, klootzak, rot op. Ik sla je in mijn rest. Ik ga je moeder neuken. Wat? Awkward! Serieus, dat wil je niet. Ik heb je moeder eigenlijk nog nooit gezien. Mijn vader wel, mijn moeder niet. Ruud en ik zijn al 22 jaar bevriend, maar ik heb ze... Nee, niet. Ik denk 20 jaar bevriend. Volgens mij zijn wij vroeger verwisseld als baby's. Hoezo? Omdat ik Jan Smit ben. Ja, of eigenlijk zou ik nu een foto van jou in beeld moeten bewerken, hier. Ja. En dan zouden mensen hier kunnen zien dat je op Jan Smit lijkt. Dat is helemaal niet zo. Oké. Dan ga ik een foto in het filmpje bewerken, oké? Ja, is goed. We moeten trouwens ook een einde aan het filmpje maken, ook al hebben we nog 5 minuten over. Maar ik weet niet of we kunnen dat lava level nog even doen. Zullen we dat doen? Ja, hebben we tijd voor? Nee, ik weet niet of we dat redden.
geval dat redden. Oké, okay, dan beëindigen we bij deze aflevering. Ja, we gaan nu gewoon de part beëindigen, want we hebben ook weer een wereld beëindigd. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Toedeloe. Doei, knipperkut.